Dag Anne, we staan hier op de meet and greet van Mrs. Universe Belgium. Stel je eens even voor, alstublieft. Hoi, ik ben Anne, ik ben 31 jaar. Ik woon in Balen. Ik werk als billing-expert voor grote KMO's bij Luminos en ik ben mama van 3 kindjes. 3 kindjes, dat is wel de moeite, hè? Hoe oud zijn die? Een tweeling van 4 en een kleintje van 3. Tweeling? En hoe oud zijn die, zeg je? Tweeling is er 4 en de kleinste is er 3. En valt dat zo met je mee? Het is heel pittig, zeker omdat ik een alleenstaande mama ben. Maar langs de andere kant, ik heb ook wel het voordeel dat een tweeling ook zelf samen bezighoudt. Dus die hangen heel veel aan elkaar. En ja, die spelen dan ook met de kleinste, dus het is niet dat dat continu mama, mama, mama is. Dus ik heb ook nog wel de vrijheid voor bijvoorbeeld mijn eten te maken of de afwas te doen, terwijl dat zij aan het spelen zijn. Dus. Eigenlijk zeg je wel een goede manager dan. Time management is mijn sterkste punt. Anders krijg je dat niet bolgewerkt. Dat denk ik ook. En vanwaar dan die beslissing om aan een verkiezing mee te doen? Eigenlijk is dat omweg begonnen als een grapje tussen mij en een van mijn beste vriendinnen. Omdat zij een kledingontwerpster is en altijd een droom heeft gehad voor gala kleding te maken. En ze zei ook van kom aan, met je zelfvertrouwen, dat moet een klein beetje naar boven. We zullen nu eens inschrijven voor een misverkiezing. Dus ja, een beetje op zoek werken aan. En dan natuurlijk, ik ben ook iemand als gezegd tegen mij gedurfd en gedurfd en ik ga dat nog 10 keer harder willen doen. Dus ja, zo gezegd, zo gedaan, ons ingeschreven en bij deze, ja, hier staan wij vandaag. Hè. Ja, proficiat. Dank je. Kunt je daar een type of een op plaatsen op die galakledij die zij maakt en ontwerpt? Nee. Zij maakt vooral kleding naar de persoon. Als je een kleed ziet van haar, ga je sowieso al zeggen van oké, dat is van die persoon. Ze heeft bijvoorbeeld het galakleed van Katja Klink gemaakt, van de tweede eredame van Miss Glamour 2019. Dus daar komt, als je het kleed zag, dan had je ook zoiets van oké, dat is echt typisch Katja. Dus zij is wel echt geweldig in de persoon proberen te ontleden en de karaktereigenschappen en dat kleed dan ook aan te passen naar de normen en de wensen van de persoon, maar ook naar de persoonlijkheid van die persoon. Dat is wel speciaal, hè? Ja. Amai. Het is inderdaad iets apart, daarmee dat ik ook vond dat het ook heel plezant is dat we dat ook samen kunnen doen. Het is niet voor mij alleen een parcours, maar ik doe dat ook wel samen met haar. Dus ook niet alleen voor Roccolina van de grond te krijgen, maar ook gewoon in het algemeen. Het is een heel leuke ervaring voor mezelf, maar ook wel voor haar dat ik ook altijd een steun en een toeverlaat gaan hebben. Ook buiten de meisjes, want wij zijn nu op een korte tijd ook aan een superhechte, geweldige groep geworden. Mm-hmm. Maar dan ook om dan haar te doen, dan ook nog een beetje te hebben, is ook wel heel fijn. Wat staat er allemaal op het programma van de verkiezing voor de rest? Als ik me niet vergis, morgen mediatraining en een make-up workshop. We hebben nog een modeshow dat wij mogen lopen voor het Dress to Impress en voor het Regenbooghuis. Mm-hmm. Waar ook een sms-fouting aan verbonden is van het Regenbooghuis. Dus dat is ook wel super dat dat ook voor en met een goed doel gaat zijn. Een saunabezoek, nog naar meneer Trappeniers, als ik me niet vergis. En nog een paar fotoshoots. En voor de rest heb ik er eigenlijk geen idee van. Dat is toch al genoeg, dat is een vol programma. Hè? Ja, dat is inderdaad een heel vol programma. En nog een paar heel drukke weken die voor de boeg staan. Dus. Wat vindt uw familie en uw vrienden van het feit dat je het meedoet aan zo'n misverkiezing? Ja, mijn familie, ik heb maar een heel beknopte familie. Ik heb enkel mijn onkel en mijn neefje nog, die staan er ook wel achter. En mijn vrienden die vinden dat super. Hè. In het begin hadden die zoiets van, oh Anne, wat gaat jij nu doen? Mm-hmm. Maar nu hebben die ook zoiets van, kom aan Anne, jij kunt dat en jij gaat dat winnen. En we zorgen er wel voor dat je dat gaat winnen. Dus die staan er ook wel allemaal heel hard achter. En dat is ook wel heel fijn voor te weten dat er mensen zijn die dat echt wel harder in mezelf geloven dan dat ik in mijn eigen zelf geloof op deze moment. Ja, dat gaat misschien nog wel komen dan. Hè? Dat is ook het doel van mijn deelname aan de wedstrijd. Dat mijn zelfvertrouwen ook een boost gaat krijgen. Want dat is nu ook wel een beetje zo goed als niet heel. Dus. De winnares gaat van verleden jaar, die gaat dit jaar naar China. Eigenlijk is dat ja, direct naar het buitenland toe. Als jij zou winnen, dan ga je ook naar het buitenland. Hè? Ja, dat zou voor mij echt wel super zijn. Ook, ja, mede dat ik daar juist ook verteld heb van mijn beste vriendin. We hebben ook altijd gezegd van, als ik het win en ik ga naar het buitenland, gaat je mee. En dan is dat ja, nog een grotere boost voor haar natuurlijk. Maar ook, geef nu toe, ik denk dat elk meisje daar ergens al wel van gedroomd heeft voor in het buitenland ook zo. Wat spreekt je daaraan in het buitenland? Gewoon de cultuur, de kennis, andere mensen, nieuwe omgevingen. Het is niet zo beknopt als twee straten van u door. Wat zijn uw favoriete bestemmingen?
Op nummertje 1 staat Hawaii, op 2 Aruba en op 3 gewoon de Nederlandse Antillen, dus de ABC-eilanden. En het staat wel op uw verlanglijst of ben je er al geweest? Die staan echt nog op mijn bucketlist. Dus Aruba zou normaal gezien voor dit jaar december zijn. Maar er is nog niks geboekt, omdat ik nu ook wel een beetje wil afwachten wat de verkiezing zelf gaat doen. Oké, dat klinkt allemaal heel goed, hè? Als ik u nog beter zou willen leren kennen als vrouw of als meisje, wat zou ik dan zeker moeten weten over jou? Oh, dat is altijd een heel moeilijke. Ik denk dat voor mij gewoon vooral heel typerend is dat ik een hele grote mond heb, dat ik enorm veel babbel, enorm veel lach. Dat is positief, hè? Ja, maar dat ik eigenlijk op het einde van de rit wel altijd alles zal doen voor iemand anders te helpen. Dus ik denk dat ook wel zo de typische eigenschappen van mij zijn. Van iemand dat zegt van oké, dat is een zotte. En die babbelt veel en die lacht veel. Maar als er iets is, kunnen er wel altijd bij terecht. Kan die eigenschappen je helpen om de verkiezing te winnen? Ik ga gewoon bovenal mijn eigen zijn. En of dat ik win of niet, voor mij maakt dat niet echt uit. Dus de ervaring en de deelname, dat telt. Oké, ik wens je in ieder geval heel succes toe. En tot de volgende keer. Dank je wel.